In Nikeri is er al 2 jaren geen hoofd van de afdeling transport van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme. De roep naar een hoofd is groot, zegt hoofdcontroleur Bagwande Outar, die al 2 jaren waarneemt in deze functie. Ze zegt dat het tijd wordt dat de overheid meer aandacht besteedt aan de transportsector in Nikeri. Er heerst nu een Wild West situatie tussen bussen van het Nationaal Vervoerbedrijf en de particuliere lijnbusorganisatie. Het gaat heel slecht met de Nigerianen, vooral met de PN-bussen. Sinds de staatsbus er is, krijgen zij geen passagiers, want men kiest meer voor de staatsbus. En de mensen komen ook nu uit, want de brandstofverhoging, met de verhoging van de brandstofprijzen, komen ze niet uit met dat bedrag. Want als je 4, 5 mensen krijgt, is het niet lonend met dat tarief te rijden met 80. Want je komt nu uit. En de route is lang heen en terug als je breken olie. Je hebt net niet eens genoeg voor olie. Maar als er geen staatsbus zou zijn, zou het nog een beetje haalbaar zijn. Want eigenlijk hadden we afgesproken, maar ik weet niet wat de regering doet. Want in plaats van dat er 1 bus wordt ingezet, konden de PN zetten. Ook voor 40 SRD. En dan zouden ze ook gesubsidieerd kunnen worden als de staatsbus. Dat zou iedereen aan bod komen. Dat zou het een beurssysteem zijn. Dat zou alle PN's aan de bod komen. Maar nu, ze komen op de halte met 4 mensen. Berekend 4 x 80, tarief is 80. Je komt nu uit. Ook de bushouders die de verschillende trajecten in Nikeri onderhouden, draaien op verlies, zegt Outar. Nou, overbodig kan ik niet zeggen, want dat kan ik niet bepalen. Want je hebt ook bussen van de overheid. Maar als ze de PN's in plaats van, laten we zeggen, die meneer die rijdt, die is ook een PN-houder. Daar kon je allemaal bij betrekken, zodat allemaal het konden verdienen. Niet 1 persoon, weet u? Dus u begrijpt wat ik bedoel. Ja, organisatie dus. Organisatie, ja. Dan zou de bussen ook niet klagen. Iedereen zou aan bod komen. Elke dag zou er dan 1 of 2 PN's weg kunnen gaan, waarvan maar 1 bus rijdt. Dus dat. En we werken ook via COVID-regels. Morgens hier op kantoor zijn we met 5 's morgens en de middagdienst ook 5. Want we moeten die protocollen ook naleven. Hoe lang bent u hier al controleren, mevrouw Outar? Ik ben 28 jaar hier in dienst, ja. Kunt u een beetje vertellen over de geschiedenis toen dit probleem er nog niet was? Nou, vroeger ging het wel. Vroeger, weet je hoe goed vroeger het was? Bussen komen en gaan. Vooral de vakantietijden gingen per dag misschien 12, 13 bussen. Bussen komen van de stad en dan gaan ze terug. Maar vroeger was het niet zo. Het was goedkoper. Alles was goedkoper. Zelfs die tarief van de bus, benzine, alles. Dus vroeger ging het. Maar nu gaat het helemaal niet. Tot zover hoofdcontroleur Bagwande Outar van het ministerie van TCT in Nikeri. Al 2 jaren is er geen hoofd van de afdeling transport in het reisdistrict.